Nou, daar sta je dan. Dit is waarom ik hier eigenlijk ben. Calimera. We zijn op de veiling. We zijn op de veiling, ja. En als je niet wil vliegen, dan moet je met de vrachtwagen reizen. Want dat is iets beter voor meer dan vliegen. Dus nou ja, dan regel je dat. Nou ja, dit overkomt je hoor. En wie blijft er thuis? De vrouw. Die mag niet mee. Ik heb het eerder gezien, Joop. Ja, dit is toch wel een beetje een herhaling van zetten. Alleen naar Griekenland met een maandse plan. Nou, je hebt wel een plan. En hopelijk kom je over een maand terug, toch? Dat weet ik niet, dat gaan we zien. Ja. Tot die tijd ga ik me wel absoluut vermaken op Lesbos deze keer. Ja, en ik ga me vermaken met Rick zijn beelden monteren. Ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. Moet iemand het geld verdienen? Ik verdien het geld, Rick geeft het uit. Feestje. Ja, en nu is het eigenlijk het moment van afscheid genomen gekomen. Dus wat mij betreft kunnen we gaan hoor. Oké, doei. Morgen. Ik moet zeggen dat ik niet gemaakt ben voor het vrachtwagensbestaan. De chauffeur heeft 1 uur geslapen. En ik 20, denk ik. Dit is Bulgarije. En daarachter is Slowakije. Ja, het is echt. Het leven op een vrachtwagen is echt goud. Ik heb hierboven geslapen. Voor de mensen die mij een beetje kennen, ik zou prima 20 uur tegen de drama kunnen slapen. Nou, ik heb daarboven geslapen als een baby, echt waar. Die wagen die schommelt en heerlijk. Dus ik kom in ieder geval goed uitgerust aan op Lesbos, denk ik. Tot die tijd zit ik naast, hij is er even niet. Dan zit ik naast mijn vriend die chauffeur, echt. Griekse gastvrijheid begint op het moment dat ik hier de deur in stap, echt waar. Wat een feestje. We krijgen straks Roemenië en Bulgarije. We gaan het zien. Na 3300 kilometer zijn we er. Bijna. Athene. Woehoe! Power! Power, power! Al die uren gereden! Woehoe! Eerste werkdag. Ik ben benieuwd. Want ik heb nog niet heel lang kunnen verblijven op Lesbos. We gaan gewoon gelijk beginnen. Dat vind ik wel een goeie. Ik heb om 9 uur afgesproken bij de bushalte. En daar ontmoet ik Anke. Anke is mijn collega van Samos nog. Ik ga het zien. En zo gauw je je spullen gedropt hebt, is het tijd voor bus duty. En dat vind ik persoonlijk echt het leukste om te doen. Is namelijk kinderen ophalen bij Moria en dan wegrijden. En het is echt een chaos, zoals alles hier. Maar het feit dat kinderen vrolijk naar Moria zwaaien en je hoort bye bye Moria zingen. Dat maakt het in die zin wel een hoofdpuntje. Ik ben wat dat betreft heel blij om dat te kunnen doen, want hoe heftig en zwaar en lastig het werk soms ook wel zijn, dat is wel een beetje hetgeen waar je voor doet. Bye bye Moria. Bye bye. Bye bye Moria. Dag, maandag, drukke dag, 2 bussen. Jalla. En bus 2, helemaal vol.
1000 kinderen in dit kamp die geen onderwijs krijgen. Wij hebben er nu ongeveer 100 à 200. Er is nog genoeg werk te doen hier. Toch? Maken we ons wel een beetje vandaag. We moeten alle kinderen uit de klas halen, want er zijn er gewoon te veel. Te veel komen bij de bus opdagen, dus ja, dan moeten we extra lessen verzinnen nou. Kijk, kijk eens. Dit is Belgisch voetbal, noemen ze dit. Het is gewoon niet gek. Finish, jongen. Ja, so you win. Ronaldo! Eerste shift zit erop, tweede bus. En het is maandag, maar het voelt als ik 2 weken achter elkaar gedraaid heb. Ik ben echt helemaal stiekem. We hebben vandaag 140 kinderen al gehad, geloof ik, voor mijn gevoel. En dat maakt niet uit, want we doen het voor een goede zaak. Maar kanonnen zeg, stel dat je het niet voor een goede zaak zou doen, dan zou ik niet weten hoe je dit zou kunnen klaarspelen. 56 kinderen in een klaslokaal. 56 kinderen die schreeuwen en doen en je kan niet met ze praten. Je spreekt geen Farsi, je spreekt geen Arabisch. Hoe doe je dat? Nou ja, handen, voeten, ogen, boos worden en boos worden en straffen. En streng toespreken. Want in de Arabische wereld is het wel een voordeel dat je gewoon sterk moet zijn als man zijnde en een baard die overwicht. Nou, daar sta je dan. Dit is de Life Jacket Cemetery. Nou, iedereen kent dit wel. Iedereen heeft het waarschijnlijk wel een keer gezien. Dit is waarom ik hier eigenlijk ben. Dit zijn de mensen die in Moria zitten. Dit zijn ook de kinderen geweest die wij lesgeven. Better Days is er voor een paar dagen gesloten. In principe wel een beetje een lekkere break. Want ook de Griekse werknemers die daar vastwerken, die hebben echt wel een beetje een pauze nodig, denk ik zo. Ik zelf vind het ook niet echt heel onprettig, want ja, het hakt erin. Dagen lesgeven aan vluchtelingkinderen. En dan heb je de kans om even het eiland te zien. Wat heel dubbel is, want ja, de crisis is er wel. De economische en de vluchtelingencrisis. Dat merk je gewoon in Griekenland en in Lesbos wel. En aan de andere kant is het ook gewoon toeristenseizoen. Dus ik hoor gewoon Nederlands praten, mensen die ijsjes eten, lekker aan het strand gaan en... Ja, doe maar gezellig ook wel met mij. Je moet jezelf wel de rust gunnen en een tijd gunnen om even op adem te komen. Want anders dan blijf je gaan. Ja, en dat je dan een bezoekje brengt aan een vuilnisbelt is een nieuwe. Dat heb ik nog niet vaak gedaan. Maar het neemt niet weg dat het wel indrukwekkend is. En dat je eigenlijk ook weer een beetje herinnerd wordt aan wat die mensen al hebben doorstaan. Wij worden natuurlijk nu geconfronteerd met het kamp daar, Moria. Ik kom daar zelf niet in. Heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Wij halen de kinderen er vooral een paar uur uit. Maar deze mensen zitten daar al onder zware omstandigheden. En dat is mensonterend. En dan bedenk je eigenlijk, oh ja, dit hebben ze natuurlijk ook nog gedaan. Ze zijn natuurlijk op van die bootjes met hun hele gezin hier naartoe gekomen. En ja, nou ja, denk er voor jezelf maar over na of je dat zou durven. Of je het land niet meer vertrouwt en dat je denkt, nou dan vertrouw ik maar meer op het water. Tijd voor een koffietje, denk ik. Bye bye.